Hey, als je meer van de juiste coachingklanten wil aantrekken en jouw ideale coachingklanten wil aantrekken, stop dan alsjeblieft hiermee. Mijn naam is Pim Jansen. In deze video wil ik je een stuk verder helpen als coach om voor jezelf de ideale coachingklanten aan te trekken, meer winst te genereren met jouw coachingspraktijk en ervoor te zorgen dat je meer impact maakt en meer mensen op die manier helpt. En de wijsheid die ik namelijk wil delen in deze video is een wijsheid die ik zelf heb gehaald uit een boek wat meer dan 50 jaar geleden is geschreven door Claude Hopkins. Het boek is Scientific Advertising. En Claude Hopkins was een van de eerste mensen die in de krant en in verschillende magazines advertenties runde in de tijd dat het ongeveer $10 per woord kostte om zo'n advertentie te runnen. Dus hij was extreem gefocust op hoe kunnen we ervoor zorgen dat die advertenties ook daadwerkelijk resultaat genereren. En hij maakte daar dus echt een wetenschap van. Hij gaf altijd aan, een advertentie is eigenlijk net als een salespersoon die wordt beoordeeld op het resultaat dat het heeft. Heeft het wel resultaat of heeft het geen resultaat? En als je dat hoort, dan zou je denken dat al die advertenties die Claude Hopkins schreef, dat het super pushy, opdringerige advertenties waren waarin die mensen manipuleerden of overhaalden om iets te kopen. Het interessante was dat dat niets minder waar was dan dat. Dat is vaak de illusie die marketeers hebben en die ondernemers hebben, zeker vandaag de dag, dat ze gigantische claims moeten hebben, dat ze de maan, hemel en de sterren moeten beloven. En dat ze het idee moeten creëren dat zij de allerbeste zijn. En nou, laat ik zeggen, ik ben ook wel eens in die valkuil getrapt. Ik heb ook wel eens het idee gehad, ik moet meer beloven, de claims moeten groter zijn. Alleen in essentie, in de realiteit, komt dat heel vaak, leidt dat gewoon niet tot het gewenste resultaat. En daarom heb ik ook gemerkt de afgelopen jaren dat mijn boodschap eigenlijk over het algemeen steeds simpeler is geworden. Steeds transparanter is geworden. Dit is wat het is. Take it or leave it. En de reden hiervoor, wat Claude Hopkins opmerkte, was allereerst dat heel veel merken, heel veel bedrijven, die noemen zichzelf de beste. En dat heb ik zelf ook tientallen keren meegemaakt, sinds ik dit boek voor het eerst las, 1 jaar of 8 geleden, dat ik in verschillende samenwerkingen met mensen waar ik dan mee samenwerkte, dat ze altijd zeiden van ja, maar we zijn toch de beste. Laten we dat dan aan de wereld laten weten. Laten we dan op onze website zetten dat we de beste zijn. En kijk, het is heel mooi om te streven om de beste te zijn. Alleen, ja, al die anderen, die geloven ook dat zij de beste zijn. Right? Dus om jezelf de beste te noemen, ja, voor de meeste klanten heeft het niet zo heel veel, maakt niet zo heel veel indruk. Kijk, natuurlijk, als je uit bepaalde tests of onderzoeken daaruit als beste uit de bus komt, dan alsnog kun je dat vaak met een korreltje zout nemen. Maar dan heb je in ieder geval een bewijs, een understatement voor de claim die je maakt. Maar als je zomaar op je website zet, wij zijn de beste, ja, hartstikke leuk. Maar dat vind je op 10.000 andere websites, vind je dat ook. Dus daar ga je over het algemeen niet heel ver mee komen. Wat Claude Hopkins opmerkte was, in plaats van te zeggen wij zijn beter of wij zijn de beste of wij zijn dit of dat, is om hele specifieke claims te maken. Dat wil zeggen een specifiek resultaat te benoemen. En een voorbeeld hiervan, van wat Claude Hopkins opmerkte, hij moest op een gegeven moment Schlitz bier verkopen. En dat was op dat moment het nummer 8 biermerk in Amerika of in de wereld, een van de twee. En dat Schlitz bier, dat verkocht wel aardig, maar nog niet zo heel goed. En wat hij merkte was, bijna alle biermerken die noemden hun product puur. Die zeiden, wij hebben heel puur bier. Nou, prima. Hartstikke leuk en aardig, alleen het betekende niks meer, want iedereen zei het. Dus iedereen had diezelfde claim. En wat besloot Claude Hopkins toen te doen? Hij besloot op een gegeven moment, laat ik een klein stukje voorlezen. Hij kwam erachter, in the early 20th century, all brewing companies used the same word to sell their beer, pure. But the word meant nothing. Why? Everyone used it and no one explained it. But the word had a meaning. Before taking Schlitz as a client, Hopkins received a tour of their facilities. He saw what pure actually meant. Brewing rooms had filtered air, which prevented contaminants from entering the beer as it cooled. Filtering pumps and pipes were cleaned twice a day. Beer bottles were sterilized 4 times before being filled. And Schlitz chose to dig a 4,000-foot-deep artesian well
despite access to clean lake water. Nou, wat dat laatste precies betekent, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar je ziet in ieder geval een aantal feiten van praktische dingen die ze deden om dat bier te zuiveren en om dat zo puur te maken. De andere biermerken deden datzelfde in die tijd. Zij deden dat ook. Alleen zij vonden dat te saai of te vanzelfsprekend om dat in hun advertenties te vermelden. En wat besloot Claude Hopkins te doen? Die besloot om een verhaal te vertellen. Om een verhaal te vertellen waarin die verschillende elementen uitlegde. En eigenlijk in essentie gewoon puur de feiten op tafel legde. En door heel specifiek te zijn, schoot op een gegeven moment het Schlitz biermerk schoot van nummer 8 naar nummer 1. En hoe fascinerend is dat? Allemaal slechts door specifiek te zijn. Dus hoe kun je, in plaats van hele grote claims te doen of bepaalde dingen te beweren die toch nooit onderbouwd kunnen worden, hoe kun je voor jouw markt, voor het product of de dienst die je te bieden hebt, hoe kun je daar een specifieke claim voor doen? En kijk, we kunnen niet altijd heel specifiek zijn. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld vaker zeg is, ik heb de afgelopen jaren iets meer dan 800 live presentaties mogen geven. Nou, liever, idealiter zou ik zeggen, ik heb de afgelopen jaren 868 presentaties kunnen geven. Maar laten we eerlijk zijn, ik heb ze helaas niet allemaal geteld. Ik zou willen dat ik ze geteld had, want dat was een veel krachtigere claim geweest. Maar ik heb natuurlijk niet 8 jaar lang elke presentatie geteld en geturfd, gekeken van oké, hoeveel presentaties heb ik nu gegeven? Dus ik heb slechts gekeken, oké, ik geef gemiddeld zo'n 4 à 5 presentaties per week. Nou, hoeveel jaren ben ik hiermee bezig? Oké, nou heb ik het een door het ander gedeeld, een rekensommetje van gemaakt en toen gezegd, oké, dat komt ongeveer op 820 of 830 presentaties komt dat uit. Nou, prima, hè? Dus dan heb je in ieder geval een claim, wat in ieder geval krachtiger is dan te zeggen, ja, ik heb heel veel presentaties gegeven. Wat in vredesnaam is heel veel. Dat kunnen er 10 zijn, dat kunnen er 100 zijn, dat kunnen er 1000 zijn. Right? Dus één manier is, oké, wat heb je tot nu toe gedaan? Je kunt ook kijken, wat voor resultaat heb je geboekt bij de mensen? Hè, dus als je bijvoorbeeld als coach werkt, ik had laatst een coach die hielp andere mensen van stress af. Dus ik had toen ook met haar een gesprek van, hey, als je mensen helpt om minder stress te ervaren, wat kun je doen om te meten wat het resultaat daarvan is? Ja, en dat is vaak nog niet zo heel makkelijk. Hè? Maar je kunt wel een subjectief cijfer daaraan geven. Van, hey, als we beginnen, nou, de gemiddelde cliënt die heeft als die begint stressniveau een 8, geeft hij aan. En na 3 maanden werken zitten ze gemiddeld op een 6 of een 5 of een 4. Dan zie je gewoon een heel concreet meetbaar resultaat van een 8 naar een 6, een 5 of een 4. He, dus daardoor kun je het heel makkelijk meetbaar maken wat het resultaat is van datgene wat je doet. Nou, ik hoop dat je iets hebt aan de les in deze video. En als jij meer coachingklanten wilt aantrekken en 50 tot 300% meer winst wilt genereren met jouw coachingsbedrijf, dan wil ik je graag uitnodigen voor een gratis online training die ik binnenkort geef, waarin ik je ga leren hoe je de kracht van presentaties kunt gebruiken. Een leuk feitje trouwens over presentaties. Ik las laatst een onderzoek van ON24, waaruit bleek dat 89% van de webinar hosts op dat platform, ze hadden 22.922 mensen geïnterviewd die webinars gaven op dat platform. En ON24 is dus een Amerikaans webinar platform. En uit die enquête, waarin ze dus die 22.922 mensen interviewden, bleek dat 89% van alle webinar hosts aangaf dat het geven van webinar presentaties voor hen de meest waardevolle tool was om hun bedrijf onder de aandacht te brengen en hun bedrijf te laten groeien. Nou, toen ik dat las, ik vond het fascinerend. Ik dacht, wauw, eindelijk is datgene wat ik altijd al geloofde, wat ik altijd al zelf heb gemerkt in mijn eigen ervaring, namelijk dat het geven van presentaties waanzinnig waardevol is om jouw ideale coachingklanten aan te trekken. Eindelijk is het onderbouwd met daadwerkelijk onderzoek. Hey, en wat heb ik hier gedaan? Ik heb je simpelweg verteld over een onderzoek, een specifiek resultaat, een specifieke statistiek die onderbouwt dat het inderdaad razend effectief is om presentaties te geven. Nou, goed, dat gezegd hebbende, als je daar meer over wil weten en daar wat dieper in wil duiken en zelf die krachtige presentaties wil geven, wil ik je graag uitnodigen voor de gratis online training die ik binnenkort geef over hoe je dus met presentaties jouw ideale coachingklanten kan aantrekken. Nou, je vindt de link daarvoor in de beschrijving hieronder.
Dus meld jezelf aan, dan zien we elkaar binnenkort. En dan wens ik jou vandaag een fantastische dag toe. En als je dit een waardevolle video vindt, klik even op het duimpje omhoog. En denk eraan om jezelf te abonneren op dit YouTube-kanaal. Dan zien wij elkaar een volgende keer. Bij deze, ciao ciao!